dames en heren, ik sta hier met mijn rector, Sixtus Havenkamp, tevens de voorzitter van de eindexamens. En jij kan me uitleggen waarom de leerlingen van basis en kader van het VMBO digitaal toetsen. Ja, dat denk ik wel. Bij digitaal toetsen dan toets je niet alleen de schriftelijke kant, maar ook de vaardigheden. We hebben ook centrale CSPE-examens, centraal schriftelijk en praktische examens. Ja. En daarmee kun je dus ook meer toetsen dan alleen op papier. Precies, dus zij moeten meer luisteren, klopt, spreken. Ja. Okay. Ja. Dat wordt bij hun gewoon meer getoetst. En dat kan natuurlijk makkelijker digitaal. Ja. Dat is eigenlijk de reden. Dat is de reden. Ja. Tevens ben jij voorzitter. Ja. Wat doe jij daar verder nou nog iets mee? Nou, voorzitter van de examencommissie is dat je moet zorgen dat eindverantwoordelijk bent dat dingen goed lopen. Okay. Maar de secretaris van de examencommissie die doet eigenlijk het werk. Ja, en die hebben we natuurlijk al gesproken, dat is meneer Bus. Klopt. En gaat het tot nu toe allemaal goed? Ja, we hebben heel goede ervaringen dit jaar, weinig problemen. En ik hoop en ik verwacht dan ook dat de uitslagen heel goed zullen zijn. Ja, nou, ik heb ook heel veel leerlingen al gesproken die heel positief gedaan hebben. Volgens mij weinig klachten hier. Oké. Niemand gehoord. Nou, heel leuk. Mooi. Dus dat is top. Dankjewel. Ja. Hoe gaan de examens bij jou op school? En zijn er ook veel klachten? Denk je eigenlijk dat klagen wel helpt? Laat het onder achter in de comments en bespreek het ook met elkaar. Tot volgende week!